Hoi, ik ga. Oh, Anneke. Hoi, Anneke. En de cappuccino zit erbij. Nou, ik ga jullie laten zien wat ik als voorbeeld al heb gemaakt. Mijn moeder en mijn neefje zijn allebei 19 april jarig. Allebei op dezelfde dag. Dus dat was een mooi cadeautje voor oma toen. Maar mijn moeder die heeft altijd dezelfde wens. Die wil altijd graag een fijne shampoo en conditioner uit mijn kapsalonnetje. En nou ja, dan is de uitdaging eigenlijk om er vooral te verrassen met een leuke verpakking. Want eigenlijk weet ze altijd al wel wat ze krijgt. Maar dus ik heb een cadeautasje gemaakt. Waar ze precies in passen. En wat het leuke was, dat die dus ook precies de maat had van de sketch. En ik heb deze gemaakt met mijn papiertjes uit het vorige DT. Daar heb ik al meer dingen van gemaakt. De Cottage Garden van Craft Consortium. En daar heeft Angela superleuk de hele serie van. Dus dit leuke boekje. Ik heb het al eens vaker laten zien, maar ik zal er even nog doorheen bladeren. Met mooie lentetintjes, zilverpapiertjes en bijtjes. Echt heel erg leuk voor de lente. Hoi Kobi. Wie? Dat is een beetje. Ja, dankjewel. En ze heeft dus ook zakjes met houten elementjes die je erbij kunt gebruiken. En ze heeft van die enorme schattige plaatjes. Dus ik kan. Oh ja, die moet ik nog even goed laten zien. Want daar ben ik echt het meest gek van. Schattige vogeltjes en zo. Ook allemaal mooie stempels. Die heb ik zelf dan nog niet. Maar nou ja, zijn wel ontzettend leuk. En daar heb ik dus deze voor mijn moeder meegemaakt. En al had ik laatst met de live van Angela voor mijn neefje. Die wordt 5 jaar en die wil een hele grote Lego-dingen, heeft hij gevraagd. Hele dure. Dus daar heb ik uit de live van Angela dit boekje gemaakt. En daar heb ik dan een kaartje in gedaan waar ik dan een. Hoe noemt dat? Cadeaukaart van de speelgoedwinkel. Dan kan hij dat bijleggen bij zijn wens van de Lego. En daarbij wil ik nou hetzelfde tasje dan gaan maken voor hem om deze in te kunnen stoppen. En dat ga ik maken met hetzelfde papiertje als waar ik dat boekje van heb gemaakt. Van Scrapboys Best Friends. En daar heeft Angela mooi papierblokje van. Er zit een hele leuke. Het valt wel bijna uit elkaar nu, want ik heb het al wel een paar keer gebruikt dus, maar leuke knipplaatjes bij, kleintjes. En een leuke designpapier. Ook kaartjes zitten erbij. En een mooie, ja, hoe noem je zo'n pagina waar zo'n hele scène op staat. Het is ook een heel schattig blokje. En ik heb daar ook het grote knipvel van. Er zijn dezelfde plaatjes als aan de binnenkant. Alleen dan wat meer en een stuk groter. Hartstikke leuk. Ah, kijk, dus Angela doet al mooi de linken plaatsen voor degene die dat leuk vinden en makkelijker op te zoeken. Dus ik leg deze even. Ja, ik leg hem even op de grond om een beetje ruimte te maken. En dan wilde ik graag gaan beginnen. Ik had huiswerk opgegeven. Hi Angelique. Leuk dat je er ook bent. En Darlene had ik nog gemist. Even kijken wat leuk was. Ik heb hem. Ja, ik heb niks gemist. Tenminste, niks belangrijks. Ik had opgeschreven dat we 2 stukken nodig hadden van 21 centimeter keer 22,5. 21 centimeter zijn de A4 scrapvellen al van zichzelf. Dus je hoeft er alleen maar 2 stukjes van 22,5 af te snijden. Lekker makkelijk. En die gaan we allebei op dezelfde manier rillen. Dus ik pak even mijn rilsnijbord erbij. En die moet even uitgerekt. Even zien dat ik hem goed in beeld kan leggen. Moet even wachten op de vertraging. Ik denk dat jullie het zo wel kunnen zien, toch? Ja, mijn snijmes kan aan de kant. En dan gaan we rillen op de 22,5 centimeter kant. Dus op de lange kant. Die gaat tegen de liniaal. En dan rillen we eerst één lijn
op 3 centimeter. En we willen een lijn op 16,5 centimeter. Dus ik heb 1 rillijn gezet op 3 centimeter en eentje op 16,5 centimeter. En dan draai ik hem een kwart, dan ligt mijn 21 centimeter rand tegen de lineaal aan. En daar rillen we op 13,5 centimeter. En op 16,5 centimeter. En op 19,5 centimeter. Dus eentje op 13,5 centimeter, op 16,5 centimeter en op 19,5 centimeter. En dan is er een klein randje over. Dan ga ik precies hetzelfde doen met het andere stuk. Dus op de 22,5 centimeter kant een rillijn op 3 centimeter. En eentje op, moet ik even spieken dat ik het wel goed zeg, 16,5 centimeter. Dus op 3 centimeter en 16,5 centimeter weer een kwartslag draaien. Dus je 21 centimeter kant tegen de lineaal aan. En die gaat op 13,5 centimeter. En op 16,5 centimeter. En op 19,5. Zo. Dus op 13,5, 16,5. En 19,5. En dan leg ik mijn rilbord even aan de kant. En dan ga ik ze zo draaien dat die van 3 centimeter aan de bovenkant ligt. En dan heb je dus links een groot vierkant bij beide van 13,5 bij 13,5. Dus zo gaan we hem neerleggen. En dan gaan we een beetje bijknippen. Want ik heb... even kijken hoor. Ik heb dit onderste hoekje. Die is, als ik het goed heb, 6 bij 1,5 niet nodig. Dus die ga ik wegknippen. En omdat deze 1,5 centimeter een lijmrand wordt, ga ik die schuin wegknippen. Dus op deze manier. En ook dat kleinere stukje van 3 bij 1,5 centimeter mag weg. Dan knip ik dat ook weer daar schuin in. En dan knip ik zo, zeg maar, de rillijn eraf. Op die manier. Dus dit is afval. En dat ga ik bij de andere kant hetzelfde doen. Had ik het mooi in beeld, want ik zit eigenlijk niet naar mezelf te kijken. Maar hebben jullie kunnen zien wat ik deed? Bij de andere hetzelfde. Dus beide smalle gaan eraf. En schuin een beetje extra dat dat een lijmrand wordt. Zo. Ook aan de kant. En dan ga ik hier in de 3 centimeter rand ga ik deze rillijn wegknippen. Dus alleen de rillijn. Aan de binnenkant kan je dat goed zien. Dus dat is een strookje van een... een goede 1,5 millimeter, denk ik. Die gaat weg. Bij beide. Ja, ook pas in beeld. Mooi. Goedemorgen, Corrie. Het is hier ook het rillijntje weg. En dan heb je dus... hier, dit rillijntje laat ik wel zitten. Dus je hebt hier een 6 centimeter keer 3 vakje. Dus eigenlijk 2 keer 3 keer 3. En hier een 13,5 keer 3 vakje. Die laat ik zitten. Aan de onderkant, dus in dit grote 6 bij 13,5. En deze ga ik iets meer dan de rillijn. Dus deze knip ik recht langs de rillijn af.
En deze knip ik een klein beetje schuin. En dat had ik net eigenlijk hier ook al wel kunnen doen meteen. Maar die mag ook een beetje schuin naar binnen weggeknipt worden. En dat doen we ook weer bij de andere. Het is allebei hetzelfde. Zo, en dit ook nog even. Zo. Dan ga ik nu alles even voorvouwen. En dat betekent die bovenste randen van 3 centimeter naar binnen toe. Allebei. En dan de onderste ook naar binnen toe. En even open de plakrand naar binnen. En die slaan we even over. En dan gaan de laatste ook naar binnen. Zo. Dus die van 3 centimeter aan de bovenkant naar binnen. De onderste flappen ook naar binnen. De lijmrand naar binnen. Deze slaan we even over. En dan die weer naar binnen. Dus dan hebben we nog 1 rillijn hebben we niet gevouwen. En in die rillijn ga ik, volgens mij ben ik helemaal verschoven, ga ik eventjes met een potlood en een liniaal vanaf het grote vak, dus vanaf het 6 centimeter vak aan de onderkant, vanaf die rillijn 3 centimeter omhoog, een klein stipje aftekenen. Daar. En dat ook weer bij de andere hetzelfde. Dus vanaf de rillijn naar boven 3 centimeter een klein stipje. En dan ga ik een nieuwe schuine rillijn maken. Ik ga een rillijn maken van mijn stipje naar deze hoek. En van het stipje naar deze hoek. Dus ik krijg hier een driehoek. En dat doe ik gewoon met mijn liniaal en een oud vouwbeen. Maar je hebt ook mooie railpennen. Die ik nog altijd niet heb gekocht. Maar volgens mij heeft Angela ze wel. Of niet Angela, volgens mij heb je ook railpennen toch? Vergis ik me. En die schuine vouw die gaan we dus even omvouwen. Allebei de kanten op. Naar buiten dus. Dus naar boven. Dat worden dalvouwen. Zo. En dan kunnen we nu deze. Mag je deze naar binnen klappen. Die ik daar aan de bovenkant die rand. En dan kun je deze ook voorvouwen. Tot aan de punt van je driehoek. Op deze manier. Benieuwd of je dat een beetje kunt zien op de... Maar door mijn vertraging moet ik heel even wachten. Denk het wel, hè? Dus al die vouwen, dat worden dalvouwen. En de rest die we eerder hadden gevouwen, zijn allemaal bergvouwen. Dus dit gaat naar binnen. En dan ga ik nog even mijn stipje weer weghalen. Dat ziet er niet zo mooi uit. Hop. Nou, nog bij de andere hetzelfde. Dus weer vanaf mijn stipje van 3 centimeter. Dan gaan we weer naar beide hoeken. Een rillijn maken. En die vouwen we weer in een dalvouw. Ja, origami is er weer bij. Ik hou van vouwen. Ja, dan krijg je wel leuke dingen toch, Angelique? Laatst was erger, toch?
Oh, Angela vertelt nog dat de... Maar dat lezen jullie waarschijnlijk ook. De bolpennen die zij heeft. Dat je dat, dat dus ook railpennen zijn. De kleintjes waarschijnlijk. De smalle, de kleine bolletjes. En... Zo, die zit er ook weer in. En dan ben ik nu klaar met vouwen en dan kunnen we gaan plakken. En dat kan natuurlijk met tape of met lijm, wat je voorkeur heeft. Ik ga weer lekker met mijn Dutch Doobaloo lijm, die bijna mijn speld had vastgelijmd in mijn flesje. Even nog mijn stip weg. Ik ga beginnen met eerst één lijmrand die we geknipt hadden te lijmen en daar dan een lang tasje van te maken. Dus eerst dit allemaal op elkaar. Dus mooi tegen de vouwlijn aan. Zorg ervoor dat je hem niet over de vouwlijn hier plakt, want dan kan hij niet meer mooi omvouwen. Het is een set met verschillende grootte. De kleinste is hier perfect voor. Ja. Zo zit het zo allemaal aan elkaar. En dan ga ik nu deze rand, deze randen van 3 centimeter naar beneden plakken. Behalve deze, daar wacht ik nog even mee. Maar nu hebben we lekker de ruimte om dat te doen. En dit zijn extra randjes om de bovenrand van het tasje te verstevigen. En ook als er straks gaatjes in komen voor een lint, voor een handvat, wat ik ook had gemaakt, dan heb je meteen lekker stevigheid door deze extra rand. Dan kan je hem ook echt, want ik heb er dan wel relatief zware flesjes in zitten en dan kan je hem gewoon optillen. Dat hoef je niet bang te zijn dat het kapot gaat. Hallo Regina, goedemorgen. Zo, dus dit is de bovenrand. En dan ga ik nu deze hier aan vastplakken. En daarna pas deze eroverheen. En dan is, ook die lijmrand aan de binnenkant mooi weggewerkt. Kunnen jullie dat zo zien? Dus dan heb je zo die lijmrand hier straks zitten. En dan kan je deze er mooi overheen vouwen. En zit die ook daarboven mooi weggewerkt. Ik was heel even aan het lezen hoor, want dat is wel een lang verhaaltje van Angelique. Ik mis wel meer, zie ik nou. Corrie zegt, dat maak je superleuke dingen en dan zonder mallen. Ja, ja, dankjewel. Ik, ja, mallen kan natuurlijk ook. Dan, als je het spannend vindt om dat uit te rekenen en zo. Maar dan zit je wel altijd vast aan een bepaalde maat. En ik vind het dan altijd wel leuk om te kijken van, het is mijn cadeau en dan wil ik graag die maat tas bijvoorbeeld in dit geval. En dan ga ik dat altijd eerst op papier helemaal uitrekenen. Want ik vind het natuurlijk zonde om een mooie papier te verpesten. En als ik denk dat ik het zeker weet, dan ga ik ermee aan de slag. Ja. Oké, nou hij staat aan de bovenkant al mooi dicht. Dat wordt dan de ingang, zeg maar. En dan moeten we nog de bodem. Dan ga ik eerst deze twee kleine flappen voor naar binnen vouwen. En daar doe ik dan wat lijm op. Ah.
Dat kan het ook. En dan gaan we eerst een van de twee grotere eroverheen. En dan draai ik hem even om. En dan ga ik even met mijn grotere Dutch Doobadoo flesje die flappen aanduwen. En dan kan deze er weer overheen. Dan heb je ook een mooie stevige bodem. Met meerdere laagjes. Dat is ook weer fijn als je een iets zwaarder cadeautje hebt. Dat het er niet onderuit valt natuurlijk. Even kijken. Hallo, ik kom er pas bij. Wat zijn we aan het maken? Lijkt iets wat ik nog niet ken. Oh, nou misschien eigenlijk wel. Maar het wordt een cadeautasje. Ik vertelde dat mijn moeder en mijn neefje weer jarig waren volgende week. En dat ik daarvoor leuke cadeautasjes aan het maken was. En die zijn precies zo groot dat de sketch van onze challenge van deze maand erop past. Dus we hoeven niks om te rekenen aan maten en zo. Hoi José, gezellig dat je ook mee komt kijken. Nou... En dan hebben we een heel mooi stevig tasje, mooie basis, voor de cadeautjes in te doen. De gaatjes ga ik pas maken als ik hem heb versierd, want er komt natuurlijk helemaal designpapier overheen. En dan kan daar ook het gaatje weer doorheen. Dus we hebben extra stevigheid voor die gaatjes. Ik had al een beetje voorgesneden van het papier wat ik wilde gebruiken. Voor de voorkant heb ik dit gesneden. En de achterkant had ik deze gekozen. En heb ik nog wat restjes. Misschien om hem wat interessanter te maken. Maar dat weet ik nog niet zeker. We hadden dus de voorkant van het doosje is 13,5 × 13,5. En de sketch begon met een stuk van 13 × 13. Deze. Dus dat kan je dan mooi matten. Ik heb bij mijn doosje voor mama, heb ik de designpapiertjes ook nog allemaal doorgestikt. Dat zou je kunnen doen. Vond ik wel leuk, maar dat ga ik bij deze niet doen. En je zou ook nog kunnen kiezen om het allemaal, hoe zeg je dat? Te distressen met de distresser. Die heeft Angela ook. Maar dat kies ik ook bij deze niet voor. En met inkt kan natuurlijk ook. Je kan er een beetje mee spelen, hè? Maar ik ga ze gewoon zo plain, mooi strak erop plakken. Dit is wel weer zo'n papiertje. Moet je kijken, wat een schattige afbeelding. Het is gewoon bijna vervelend om met de lijm over dat leuke bijtje en dat leuke vosje heen te gaan. Maar gelukkig zitten er van iedere bladzijde een paar in. Dus ik heb hem niet, ik heb hem nog. Voor een ander keertje, een ander projectje. Dan moet ik zeggen dat ik zelf sketch maken best wel moeilijk vind. Ik weet niet of jullie dat anders hebben. Maar ja, voor sommigen kan het misschien juist een beetje hulp bieden om iets te beginnen. En ik vind het juist een beetje moeilijk omdat je dan... Ja, je moet je aan die sketch houden. Maar ik heb al wel de afgelopen... creaties van mijn DT-maatjes een hoop geleerd. Want ik dacht dat het echt heel erg moest zijn zoals de sketch was. En heb ik ook wel gezien dat je ook wel een beetje mee mag spelen. Oh, nog ga ik een foutje maken. Ik moet eerst deze opplakken, want die moet er nog achter. Ja. Ja, dat is ja, optie. Want ook was heel leuk. Ik was zelf de 10e jarig en ik had van Anita haar sketchcreatie gekregen als verjaardagskaart. En ik had eigenlijk niet eens gezien in eerste instantie dat het een sketch was. Ik had het pas door toen zij hem hier plaatste op de groep. Dus dat was wel grappig. Maar hij zat er natuurlijk wel echt in. Even kijken of het mooi precies zit. Ja. Dus wat ik nu heb gedaan is wel
alles zo gesneden op de mate van de sketch. Deze was 6,5 keer 9 en 6,9. Nee, ik zeg het verkeerd, sorry. 6,5 keer 11 en 6,9 keer 11,4. En deze is dan 6,5 keer 9. Die komt er zo op. Beetje meer die kant ga ik hem doen. Oh, ik vond hem scheef. Ja. En dan hadden we nog een strookje wat 12 keer 3 was. Die moet er ook nog overheen. En dan is eigenlijk met nog een bloemetje hier zo de sketch zoals die was. En dan denk ik, oh, dat is toch super saai. Maar dat is wel de sketch, dus je mag niks anders meer. Maar dat is dus niet waar. En dat heb ik ook weer geleerd nu, dus dat is wel leuk. En daarom durf ik nu dit leuke plaatje, wat ook uit dit boekje komt, er overheen te plakken. Oh ja, Angela heeft ook nog dit stukje en dit stukje ook gemat. Zoals in de sketch staat, deze moet. Maar dat mag dus ook bij die twee. Daar kan je dus ook nog mee spelen. En ik kies er nu dus voor om er nog een plaatje weer als extra laagje overheen te doen. In het midden van dat stukje van 9 keer 6,5. Zo. En dan moet alleen hier nog een bloemetje of iets anders. En dan had ik... Oh ja, die had ik op de grond gelegd. Wilde ik graag iets met die bloemetjes en die plaatjes uit deze... uit dit grote vel doen. Ik wil in ieder geval een bloem. Ik denk dat ik deze dan doe. Qua maat is die wel leuk. Ja, want blauw heb ik al heel veel. En... Of zou die rode doen? Nee, ik ga toch die gele doen. Ik knip ze altijd eerst even een beetje ruim uit. Uit het vel. Die. En wat is er nog meer leuk bij? We hebben hier al een leuk plaatje. Even kijken, misschien zo dat vogeltje. Zou dat hier zo, ik denk dat dat leuk vindt om die daar op te zetten. Of hier. Nee, ik knip hem in ieder geval even slordig alvast uit. Leuk, Angela, dat je tasje ook kan maken. Ik heb natuurlijk altijd in deze maanden veel verjaardagen en zo. Dus een extra cadeautasje klaar hebben liggen is altijd handig. Die komt vast van pas. Misschien is die hier overheen wel leuk. Ik weet niet. Ik ga hem in ieder geval even uitknippen. Met mijn lievelingsschaartje die ik van Frida heb gekregen met kerst. En die heeft Angela ook. Dus dit is echt een super fijne schaar. Ik vind plaatjes knippen sowieso wel leuk om te doen, maar met deze schaar is het echt heerlijk. Oh ja, je hebt ook nog een live, hè? Volgens mij over 10 dagen, hè, Angela. Ik ben benieuwd. Vorige keer vond ik hem ook echt super leuk. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Dus wij zijn allemaal, tenminste ik denk allemaal weer super nieuwsgierig wat je nu hebt bedacht. Ja, ik ook.
een project om altijd bij te houden is voor alles en altijd prep. Ja, hè? Vind ik ook. Het maakt niet uit, al wil je gewoon iemand even snel een reep chocola geven om te bedanken, merci of wat dan ook. Het is altijd leuk als er een leuk gezellige verpakking omheen zit. En hier past van alles in. En je kan natuurlijk ook altijd je maten nog aanpassen. Want ik heb hem nu dan aangehouden in eerste instantie voor die flessen shampoo voor mama. En eigenlijk is het boekje voor mijn neefje wat ik gemaakt heb van de live van Angela van vorige keer eigenlijk een beetje een hele andere maat. Maar dat maakt niet uit. Want ik wilde nu graag natuurlijk met jullie met die sketch het op dezelfde manier doen. Dan piept mijn boekje er maar bovenuit. Maar dat maakt niet uit. Vind ik. Ik denk dat mijn neefje van 5 er ook niet mee zit. Wat denken jullie? Oh ja, kijk. Top. Die scharen van Ranger, is dat toch? Of zeg ik nou iets geks? Van Tonic Studios. Ik zeg weer iets geks. Maar in ieder geval van Tim Holtz. En dit is het kleintje. Het kleinste schaartje. Volgens mij staat er dan 5 inch of zo op de verpakking. Want die schaar die ik nu in beeld zie, dat is een grotere. Die is ook fijn. Maar dat is voor grotere stukjes. Ik vind dat met uitknippen is echt zo'n kleintje wel heel erg fijn. Zo. En Angela vertelt, maar ik weet niet meer hoe dat heet. Maar daar kun je dus ook heel goed tape mee knippen zonder dat dat plak eraan zit. En dat heeft wel een bepaalde naam toch, Angela? Non-stick of zo? Of hoe noemde jij dat ook alweer? Ik ben het vergeten. En de stofschaar, ja. Ik wil deze met 3D foam tape op gaan plakken. Oh ja, wisten jullie trouwens dat die Scrapboys plaatjes zegt aan beide kanten dus bedrukt zijn? Dus dat is heel leuk als je bijvoorbeeld een plaatje aan de rand doet, die eruit piept. Dan zie je dus aan de achterkant niet een raar patroontje of zoiets wat helemaal nergens bij past. Maar dus mooi datzelfde stukje van het plaatje. Dat vind ik altijd wel tof van die knipvellen van Scrapboys. Ik had nog een stukje, want het is brede tape die ik heb. Maar die had ik al wat smaller geknipt. En dan kan ik mooi die stukjes nu gebruiken. Die plak ik dan altijd op de zijkant. Vind ik handig. Zo. Ik moet heel even mijn speldje in mijn lijmpje gaan doen, want ik heb hem straks nog wel nodig, maar anders zit hij straks alweer dicht. Even kijken. Ja. Zo, al die fritseltjes eraf. Dat zit ik nog steeds met mijn nagels te peuteren. Maar ook daar heeft Angela een hele mooie tool voor in de shop. En die is ook van Tim Holtz. Een pick tool, dacht ik dat dat heette. En die kan je, dan kan je het puntje van onder dat beschermlaagje steken. En dan kan je dat er ook makkelijker afhalen. En misschien vinden jullie het allemaal een beetje raar dat ik dat allemaal nog niet heb. Maar ik scrap nog niet zo super lang. En nou ja, je weet, we kunnen best wel geld uitgeven aan onze hobby. Maar niet, ja, ik kan dat niet allemaal in één keer. Dus mijn vriend zegt altijd, gooi toch weg. Nee, juist niet, net als flesjes cardstock gooi ik ook echt niet weg. Vooral niet tijdens een project waarmee ik bezig ben. Een tip, de kleine stukjes cardstock gebruiken. Daarvoor je de restjes. Gebruik daarvoor je restjes. Ja, inderdaad. Nou, dat is een goede tip. Want deze strook bijvoorbeeld, het was ook een restje van het van deze. Ik kan het zelfs nog laten zien. Volgens mij zat dat hier zo boven. Of onder, een van de twee. Maar die lange strook met die wolken is dus eigenlijk het achtergrondje van mijn boekje inderdaad. En ik doe dat ook,
die stukjes bewaren. Ik doe altijd een... oh, hier. Een zakje van waar je kaartjes in kan bewaren. Daar doe ik altijd mijn restjes in. En er zitten dus ook een paar van die plaatjes nog in. Ja, die bedoelde ik inderdaad. Noemen ze dat een piktool? Kan zo gauw... Oh ja, ja. Ja, die bedoelde ik inderdaad. Om het velletje van de tape... dat kan ook soms niet bij de foam tape, maar bij die gewone tape. Kan je die goed gebruiken. Ik heb nog mijn vogel. Die ik ergens op wil zetten. Oh, hij springt. Daar. Toch hierbij. Ik denk dat ik hem hier leuk vind. Vinden jullie dit ook een leuke plek? Zal ik hem toch daarboven? Oh, soms heb je zo'n dag. En dan vind je het toch een beetje lastig om te kiezen, hè? Maar ja. Ik ga hem hier doen. Mee eens? Ik hoop het maar. Oh nee, wel op de goede kant. Ik heb hem net iets te lang gelaten. Mee eens. Gelukkig. Dat is dan in ieder geval één medestander. Ik wil graag een heel klein stukje onder die dunne pootjes ook. Anders vloepen die heel snel om. En dan heb ik nog een klein restje voor op zijn kopje. En zo. En dat was dus nu die pick tool of de craft tool voor die friemelstukjes echt heel fijn geweest. Gelukkig heb ik een beetje lengte aan de nagels. Ja, bij het wolkje hoort een vogeltje toch? Heel goed, vind ik ook. In de lucht. Oh, dit is vast niet zo leuk om naar te kijken, dat gefriemel van mij. Maar ik heb ze. En zit ik hem hier op het randje, alsof hij erop staat. Hé, hey. Oh, valt dat kleine stukje van mijn voetjes er weer af. Oh my god. Ik kom er wel hoor. Ik wil het en ik wil het. Zo. Zo. Even kijken. Ga ik er nog? Ga ik straks doen. Ik ga eerst nog even de achterkant doen. Want daar had ik dat leuke luchtballonnenstukje voor. Die wil ik erop. Ja, Angelique, hou jij daar ook zo van, dat gefriemel? Komt er dan zo'n frustratiemoment? Zo. Zo, en ik had hier dus uit mijn restjes zakje. Had ik een langer strook. Deze komt eigenlijk niet uit, maar die past qua kleur wel gewoon leuk bij. Had ik dit stukje uitgehaald en daar wilde ik een klein bannertje van knippen. Dan vouw ik hem niet helemaal door, maar wel even dubbel. Knip ik hem in ongeveer in het midden een beetje in. En dan knip ik naar dat punt toe. En zo heb je heel eenvoudig
een klein bannertje. Die wilde ik hier in het midden. En dan wilde ik dit stukje, had ik bedacht, even de hoekjes bij afronden. Dan is dat ook een leuker stukje papier. Zo eroverheen. En dan dacht ik achter ook nog een leuk diertje te plakken. Moet niet zo breed zijn. Ik dacht misschien dit haasje zo erop. Lijkt me leuk. Dan ziet het ook de achterkant er gezellig en leuk uit. Die nog even uitknippen. Dacht, dat doe ik ook zo even. Not. Had ik een pijltje. Oh, had je niet naar het midden geknipt. Als je in het midden begint met een klein knipje, zeg maar, erin. Dan kan je daar naar dat uiteinde van dat knipje toe werken. En dan heb je altijd een, hoe zullen we dat noemen? Een vlaggetje. Een vlaggetjespunt. Zo'n zwaluwstaartje, zo heet dat volgens mij. Een pijltje kan ook leuk zijn. Maar ja, als je dat dan niet in je bolletje had, dan niet, hè? Oh, ik zit niet in beeld te knippen, sorry. Het is toch leuker als jullie kunnen zien, hè? Goed, ik dat kan. Nee, grapje, ik doe ook maar wat. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar ze zeggen altijd oefening baart kunst. Dus ga het vooral niet uit de weg plaatjes knippen. Gewoon doen. En hoe vaker je het doet, hoe beter het lukt. En neem er de tijd voor. Want snel een mooi plaatje uitknippen is vaak niet zo'n goed idee. Toen was ze stil. Ik perste concentratie. Zo. Kijk, en die wilde ik dan zo. Beetje zo moet die. Ja. Dat is wel geinig, toch? Ik zit alleen te denken. Ik denk dat ik het ook wel leuk vind om er nog iets van stof of garen achter. Ik denk, volgens mij heb ik dat hier ook nog liggen. Een beetje gaas. Dat vind ik altijd wel leuk. En dat geeft een beetje een wat meer textuur. Had ik eigenlijk achter het bloemetje ook wel kunnen doen. Maar dat heb ik dan nu wat te laat bedacht. Ik heb op het tasje voor mama natuurlijk wat textuur ook met die gestikte randjes met die gestikte randjes gekregen. Gemaakt. En nu achter heb ik dat dan niet. Maar dan knip ik gewoon een klein vierkantje van dat gaas af. En als je dat dan opfrommelt en weer uitvouwt, dan zit er best wel leuke, interessante textuur in. En die ga ik dan hier eerst achter het geheel plakken. En doe ik altijd even een klein beetje prit zo, dat hij een beetje blijft liggen, want uiteindelijk plakt dat dan wel vast met het, hoe heet dat? Met de lijm van mijn stukjes papier. Even alleen een keer kijken hoe hoog dit dan moet, zodat dat wiel niet eronder uit piept, maar ik zie een heel klein randje van die wolken. Heb ik dat als richtlijn. Zo, ongeveer in het midden. Wat gaat altijd snel verkeerd bij jou? Zelf uitknippen misschien. Ja, misschien. Ja, weet ik niet. Ik heb als je goed licht hebt en
fijn schaartje, dan lukt het me eigenlijk altijd wel. Met wel geduld. Ik vind het altijd wel ontspannen plaatjes knippen. Of gaat het daar niet over, Angela? Ik heb even een klein stukje gemist. Ja, ik vind hem al heel leuk worden. Zo, en nou heb ik ook nog klaargelegd. Ja, ik heb het toch gedaan. Ook al vind ik het een lastig woord. Een animal enamel dot. Ik vind altijd als ik het zeg, dat ik net zeg animal van dier. Maar als ik het aan jullie laat zien, die dingetjes, die bedoel ik. En dacht ik, het is misschien wel leuk om zo twee een kleinere en een iets grotere ook nog erop te plakken. En die ga ik zo meteen denk ik ook nog aan de voorkant. Ik heb ook nog de tageltjes van Marianne Design. En deze zijn als het goed is ook bij Angela in de shop nog te verkrijgen. Ja, ik doe zo'n middelmaatje. En een minietje. En nog een minietje. Ja. Ik heb altijd een beetje een tik. Met dit soort dingen moeten het er altijd 3 of 5 zijn. Heel raar. Oneven of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar kijk, zo ziet het er leuk uit. En deze hebben, die zijn wit, maar die hebben een heel licht shimmertje. En echt heel mooi, vind ik. Van Marianne Design. Oké, ik moet heel even bijlezen, want ik zit niet op te letten. Snel gaat het verkeerd. Ja, het gaat om de plaatjes nu. Ik vind dat altijd heerlijk om voor de tv te doen. Kan ik heel rustig. Ik moet zo weg. Wel vanavond. Oh, goed. Helemaal goed, Angela. Ik maak het gezellig even af. Met degene die nog wel kunnen blijven. Want ik wilde dus hier ook nog van deze. En daar kan ik wel leuk die grote. Ik denk dat ik hier zo 3 grote op een rij ga doen. Oh, ik moet alleen even nadenken, want ik moet natuurlijk ook nog mijn gaatjes maken. Maar die komen, oh ja, die kwamen wat dichter naar het midden. Dus dat is geen probleem. Ja. Zo. Zou dat nog lukken om nog zo'n dingetje erachter te krijgen? Want ik vind hem nou wel leuk, maar ik vind hem een beetje vlak. Kunnen jullie je daar iets bij voorstellen? En dat gaas erachter geeft dan net even wat meer. Dus ik ga toch proberen of ik dit er nog af kan peuteren. Voorzichtig. En of ik daar dan toch nog... Nee, ik moet het niet doen. Kijk, mijn papier gaat helemaal scheuren. Ik heb gewoon pech. Helaas. Beter niet, want als ik hem helemaal kapot scheur, dan daar hebben we niks aan. Maar dan moet ik het hier maar even mee doen. Dan ga ik nu gaatjes maken. En die gaatjes die ga ik aan de binnenkant aftekenen. Hier zo. Op 4 centimeter vanaf de buitenrand. Want deze flapjes die we hier naar binnen hebben zijn 3 centimeter. Dus daar mogen ze niet bij in de weg komen. Dus 3,5, 4 centimeter naar binnen moeten die gaatjes komen voor de hengseltjes. En die gaan 1,5 centimeter naar beneden. Heb ik dat? Ja, 1,5 centimeter. Dus ik heb mijn liniaal nodig. En ik denk dat dit wel lastig is voor jullie om te zien. Maar het idee is denk ik wel duidelijk. Het is 1,5 centimeter naar onder toe vanaf de rand van mijn tasje. En dan 4 centimeter naar binnen. Dat wordt daar. En hier was ik 13,5.
9,5. Daar. En dan heb ik groepenel. Niet doen inderdaad, anders maak je het kapot. Ja, jammer. Ja, ik kan natuurlijk ook nog een tekst doen. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik heb hem niet klaargelegd, Bernadette. Maar dat is eigenlijk wel een idee, want het is natuurlijk voor de verjaardag. Maar dat doe ik dan straks, als ik klaar ben. En dan kunnen jullie dat op de foto zien als ik hem helemaal af heb en op de groep plaats. Maar dankjewel. Dat is inderdaad eentje waar ik niet aan gedacht heb. Altijd leuk van die lijst. Dat er dan dat soort ideeën. Soms zit je te lang erover na te denken. Hè? En dan kom je op de meest logische dingen. Want eigenlijk is het niet eens zo'n hele vreemde gedachte om daar gefeliciteerd of iets in die trant op te doen. Maar ik bedacht het gewoon niet. Kijk, dus zo, daar twee gaatjes. En aan de overkant, en dat doe ik dan gewoon door hem even dubbel te vouwen en met mijn potloodje in die gaatjes te tekenen. Een beetje een luie manier, maar het werkt wel. En dan knip ik daar. En dan heb ik nog één tip. Want dat had ik zelf verkeerd gedaan. Als je ook met de crocodile knipt, die knipt dus aan twee kanten. En wat ik dus bij het tasje van mijn moeder had, is dat ik dat aan de buitenkant deed. En ik zat me dus te concentreren daarop. Maar wat er was gebeurd, was dat aan de andere kant het tasje er precies tussen paste. Dus ik had hier een gat op een plek die ik niet wilde. Zien jullie wat ik verkeerd deed bij mijn tasje van mama? Dus als ik nu knip, dan heeft hij daar een gat en daar een gat. En ik wilde dus daar het gat. En ik had helemaal niet door dat dit ertussen zat. Dus ik heb nu geleerd om te zorgen dat er wat je van binnenuit werkt. Dus mijn foutje hoeven jullie niet meer te maken nu. Afgesproken? Oké. Okay. Dus de gaatjes zitten erin. En dan hadden we nog een lint nodig. En die moest ongeveer 80 centimeter zijn. Die we dan door de midden knippen. Dus hebben we twee stukjes van 40 centimeter. En die van mij is ietsje korter. Maar dit was wel de mooiste die ik had bij deze kleurtjes, bij dit tasje. Dus met een zilveren randje en witte organza. Die vond ik het mooiste erbij. En die steek ik van buiten naar binnen aan allebei de kanten. En die maak ik dan vast door die twee uiteinden gewoon aan elkaar te knopen. Zo. En als je dan zo aantrekt, dan heb je een mooi hengseltje aan je tasje. Ja, dit is wel echt een gelukstreffertje, want ik had van allerlei lintjes. Blauw zat ik naar te kijken en zacht groen. Maar het was allemaal net niet. En dan kan je beter een kleurtje kiezen die echt afwijkt. Of zo neutraal als deze. Oh, en ik wilde er eigenlijk nog iets op. Want ik heb voor mijn verjaardag nog een leuk stansje gekregen. En die past echt voor lentethema overal bij. En ik had hem al iets eerder dan mijn verjaardag gekregen van mijn zusje. Namelijk deze. En dit is nu echt een lievelings. En die heeft Angela ook. De Libel. Ik heb hem hier zo in een doosje al verschillende keren uitgestanst. En ik heb de vleugeltjes met vellum gestanst. En de lijfjes, ik weet niet of je dat goed kunt zien, is met van dat holografische papier. Wat zo... Ja, Libel kan toch ook in de zon zo mooi... Vier knoopjes. Ja, maar dan heb je wel meer kans als je zo'n zwaar dingetje als wat ik als cadeau heb. Die shampooflesjes, dat het er dan doorheen schiet door mijn gaatjes.
En daarom heb ik gekozen om hem aan elkaar te knopen, want dan kan die er niet uitvallen. Dat is de reden dat ik voor deze manier heb gekozen. Maar als je een lichter cadeautje doet, inderdaad, Bernadette, dan ziet het er aan de binnenkant vrijer uit als je hier twee knoopjes en daar twee knoopjes zou doen. Maar dat kan je natuurlijk altijd zelf kiezen. Maar voor een zwaarder cadeautje, ja, dacht ik dat het veiliger was om het zo te doen. Maar in ieder geval, die libelles, ik ben er helemaal weg van. En die ga ik er ook nog op doen. Want die wil ik op mijn projectjes van nu, voor de lente, moet een libel. Een libel kan overal zitten, toch? Zo. Dat zal ik doen. Vliegende of die hier zo. Ja, ik zet hem zo op de bloem. Vinden jullie hem ook zo leuk, die libel? Die vind ik, dat is echt mijn lievelings nu. Zo. En dan heb ik ook gelijk mijn probleem dat het zo vlakkig was, zo plat en weinig textuur had, heb ik ook lekker getriggerd. Dus nou ben ik er zelf nog blijer mee. Want ik was er al wel blij mee, maar ik denk dat die klaar is. Wat vinden jullie? Moet er nog iets bij? Zien jullie nog iets wat ik misschien erbij moet doen? Of iets anders, een ander leuk idee. Die tekst dan, die ga ik nog doen, maar die kan ik denk ik dan wel hier leuk plaatsen. Moet ik nog even gaan op zoek. Maar dat ga ik dan strakjes doen. Want anders zit ik zo te rommelen. En dan ben ik de hele tijd weg. Dat is ook niks aan. Ik denk dat... Doei Angela. Leuk. Hij is leuk, hè? En dan... nou ja, daar komt mijn boekje met mijn cadeaubon voor mijn neefje hierin. Zie je, hij is veel te groot. Maar dat maakt niet uit. En dan heb ik toch een hartstikke leuk cadeautje. Leuk, Kobi. Leuk dat jullie allemaal zo enthousiast zijn. Ik was een beetje bang dat het misschien te eenvoudig was. Maar het is leuk om te lezen dat jullie hem ook leuk vinden. Nou, ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Leuk dat jullie er allemaal waren. Ik ben heel benieuwd. Ik zie graag de tasjes die gemaakt zijn op de groep terug. En veel plezier als je gaat knutselen. En anders nog lekker even naar buiten, want het zonnetje schijnt weer. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei doei!